Deze maand gaan we bij September 18 aan de slag met de decoupage techniek. En wat ik zo tof vind aan deze techniek is dat je het op allerlei verschillende materialen kunt toepassen. Zodra je de techniek helemaal onder de knie hebt, kun je dus lekker aan de slag met het versieren van vazen, van tegels, van huisjes die van porselein zijn. Zelfs theepotten en theekopjes zou je kunnen doen. En ook nog meubels. Nou, dat is wel echt level expert. Maar mocht je zover zijn en mocht je dit echt zo'n superleuke techniek vinden, dan kun je dat gewoon doen. En ik zal je ook een klein voorbeeldje laten zien, want ik heb het ook geprobeerd. Als eerste gingen we in de Als Sarah het kan video aan de slag met de tegeltjes. En de tegeltjes die wij hiervoor gebruikten zijn niet gepolijst. Dus die hebben geen afwerking, geen glazuurlaagje eroverheen. Hierdoor zijn het nog open tegeltjes en op zich plakt dat wel heel mooi. En kun je daarna met de vernislaag, die je dus ook nadat je alle figuren hebt geplakt en je quote hebt neergezet, het goed hebt laten drogen, kun je daarna nog 2-3 keer een vernislaagje eroverheen aanbrengen. Waardoor je dus een heel erg mooi dichte tegel krijgt met een soort glazuurlaagje erop. Dit is wat we als eerste hebben gemaakt. Dat zijn dus uitgeknipte figuurtjes met een quote erop. Ik heb daarna nog thuis verder gefreubeld met deze techniek, want ik vond het echt heel erg leuk en ik heb heel veel leuke ideetjes. Ik kwam ook allemaal leuke servetten tegen, zoals deze en deze. Dit is echt mijn favoriet. En daar heb ik vervolgens nog deze tegeltjes mee gemaakt. Dus ook grotere figuren of een heel patroontje kun je in één keer op die tegel plakken. Bijvoorbeeld ook dit. Dat is toch heel erg leuk. Dat je gewoon ja, zo'n mooi winterstafereeltje hebt op je tegeltje. En mijn Delft blauwe tegeltje is uiteindelijk dus zo geworden. Super leuk. En deze techniek heb ik vervolgens ook toegepast dus op een porseleinen huisje. Waarbij het goed uitzoeken was waar ik de figuurtjes zou gaan plaatsen. Ik heb ook gekeken van, kun je deze techniek nou op hout toepassen? En ik had van Saar toevallig heel erg leuke houten kerstboompjes gekregen. En ik dacht, ik wilde er eigenlijk een beetje een chique kerstboom van maken. Dus ik had deze servet. En dit is uiteindelijk een boompje geworden. Waarbij dit mijn eerste poging was. En toen dacht ik, hij is niet helemaal in het midden. Daar hou ik nooit zo van. Maar gelukkig had ik nog een andere kant. Dat is ook goed om na te denken, hoe positioneer je servet, zodat je of juist niet in het midden zit, of wel perfect in het midden. En bij deze houten zijkantjes, die heb ik iets minder netjes afgewerkt. Maar als je zegt, ik wil graag dat het er heel netjes uitziet, dan zou je dat met een goudstift of goudverf natuurlijk een heel mooi gouden randje kunnen geven. Heel erg feestelijk en ze zien er natuurlijk zo super schattig uit. Bij gewoon Jans zie je dat je ook deze techniek kunt toepassen op schelpen. En dat hebben we ook gedaan. Ik heb toevallig deze schelp, daar moet ik nog een printje op maken. Maar zij heeft zo'n schelp gebruikt. En dan één figuurtje, in haar geval was het volgens mij een rendiertje, heeft ze erop gemaakt. Dus als jij dat konijntje hier bijvoorbeeld uitknipt en die erop plakt, geeft dat een super leuk effect. Zeker met een paar hulsblaadjes ernaast. En je zou dan met goudstiften zou je natuurlijk een mooi gouden randje kunnen geven. Heel erg leuk idee. En ja, waar jullie natuurlijk allemaal op zitten te hopen is dat je ooit dat oude kastje dat je nog ergens hebt staan kunt versieren met een super toffe decoupage techniek. Dat kan. En dan zou ik als eerste oefenen op een iets kleiner houten voorwerp. Bijvoorbeeld zo'n sieradenkistje. Deze heb ik echt al jaren, jongens. Hij is ook echt in al jaren niet schoongemaakt. Ik vind zelf de quote ook een beetje albollig, dus daar wil ik ook nog iets mee. Maar voor nu ging het me even om de binnenkant. Dan moet ik even mijn sieraden eruit halen. Ik had een hele mooie servet gezien. Deze. En die deed me echt een beetje denken aan zo'n Japans-Chinees tafereeltje met een zanglijster en alles. Super mooi. Dus ik dacht, hoe tof als je dat in je sieradenkistje hebt. En dat is dus uiteindelijk ook gelukt. Dat is dit geworden. En wat je eventueel nog zou kunnen doen, want je ziet wel dat ik natuurlijk, ik had hier een donkere ondergrond. En de kleur is hier veel lichter. Wat je zou kunnen doen, als je ook wel zorgt dat je echt deze print hebt, deze lichte print,
Dan geef je hem eerst een witte basis. En dan komt het figuur er wel heel erg mooi doorheen. Maar ik vind dit effect heel erg tof. Alsof het al heel oud is. En heel erg cool om te zien. Ik ben er heel blij mee. En dan dus mooi je sieraad erin. En dan zijn ze klaar. Nou, dit wordt dus gedaan aan de binnenkant van kastjes. Denk maar aan je IKEA kastje waar zo'n leuke streepjesprint in zit. Daar zou je dit dus ook kunnen doen. Is het een gebruiksvoorwerp, dan is het wel handig om daarna, zodra het goed gedroogd is, dat duurt echt wel 2 tot 3 uur, om dan nog een keer een laklaagje aan te brengen en dat daarna nog een keer te herhalen, zodat je echt een goede beschermlaag op hebt. En sowieso moet je ermee rekening houden dat als je een voorwerp hebt dat je gewoon veel gebruikt, dat het ook eventueel beschadigd kan worden. Maar het leuke is, als je de servet nog hebt, kun je die beschadiging ook weer herstellen door precies dat stukje weer op te plakken. En anders zou het ook natuurlijk leuk zijn als je een beetje denkt aan de kintsugi-stijl. Volgens mij is het kintsugi, ik weet het even niet, die Japanse stijl waarbij je porselein herstelt met goudverf. Dat zou je ook kunnen doen. Nou, wat ik nu nog kan doen eventueel is hier aan de binnenkant ook die servet plaatsen. Of hier op de voorkant, want dat zie je dus ook heel veel. Dat juist of hier ook zo'n servet wordt geplaatst. Dus dat wil ik nog eventjes oefenen, maar daar heb ik nog een keertje tijd voor nodig. Nou, ik hoop dat je dit een heel erg leuke inspiratievideo vond voor het werken met decoupage. En al wil je nog meer inspiratie, dan zou ik zeggen, bekijk eventjes de blog van onze ambassadeurs. Die zal ik hieronder ook eventjes linken. Want zij hebben natuurlijk ook super veel leuke tegeltjes gemaakt, vazen versierd. En zijn ook nog zelfs met droogbloemen aan de slag geweest. Dus super leuk om eventjes naar te kijken. En deze box, de decoupage box, is te bestellen tot 1 december en daarna zolang de voorraad strekt. Dus wees er snel bij als je dit ook wil maken.